Woehoe! Welkom bij de Daily Business Boost. Mijn naam is Aramiek en ik neem je in deze show mee in mijn ondernemerswereld. En ik help jou door het delen van de beste tips en tricks om je business dagelijks te laten groeien. Vandaag is jouw tijd, dus let's get louder! Ja, dames en heren, hele good morning. Dit is onze ankerdag. Dit is dinsdag, dames en heren. Dit is de magische dag waarop we natuurlijk gaan volop genieten van de aanwezigheid van onze Rianne. Inmiddels een zeer, zeer vertrouwde gezicht. Het is echt dinsdagen zonder haar zijn gewoon niks. Volgens mij is dit in de afgelopen 52 weken, is het maar een keer of drie gebeurd dat we dinsdag niks samen hebben gedaan. Dus weet je, ik kijk er altijd naar uit. En Rianne zegt, ja, goedemorgen mooie mensen. Absoluut. En Rianne heeft iets echt heel bijzonders te vertellen. Kom ik zo meteen overal van. Ja, en we hebben een woord. We hebben een woord wat we zo meteen ook als thema gaan over hebben. Waar ik mijn tong eroverheen continu aan het breken ben. Je gaat zo meteen horen waar het over gaat. Dus kom maar gezellig bij. Dit belooft weer een magische dag te worden. En meteen over magie gesproken, dames en heren. We hebben nu 46.266 downloads. Dus dankjewel iedereen. Vette shizzle. Yeah, baby. Het is echt vet. Echt zo dankbaar voor jullie allemaal. Al mijn lieve kijkers en vaste luisteraars, jullie zijn geweldig. Er wordt dagelijks meer dan 500, 600 podcasts gedownload. Dus guys, dankjewel. En over Rianne gesproken, let's see wat er gebeurt. Het nieuws van de week. Nou, kom maar op hoor. Wat is je grote nieuws, lieve schat? Nou, dit is wel breaking news. Ja. En die heb ik ook aan jou te danken, Aramiek. Oh ja, want, I didn't do anything. Vertel. Yeah, you did a lot. Nou ja, wat we... Ja, en dat is wel mooi, want we komen straks op het thema van vandaag. Wat ik echt een te gek en een thema vind waar ik nog zoveel in te leren heb. Maar wat wij doen vandaag, vanaf dit moment, dinsdag 10 uur tot morgenavond... woensdagavond, de 17e, 10 uur, 's avonds. Dus wat is dat, 36 uur of zo? Zeker. Geven wij iedereen die naar de link gaat, die nu onderin verschijnt, loakickstarter.nl, 7 cadeaus. En dit is echt... Bam, 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 bam. Zeven cadeaus. Hoezo 7 cadeaus? Waarom ben je zo gek geworden? En wat zijn de cadeaus? Vertel, maak ons gek. Nou, weet je, als je het allemaal bij elkaar, dat hele cadeaupakket, is eigenlijk jouw badass groei en geluk en succes. Dit cadeau kan alles veranderen in jouw leven en in jouw business. En dat zeg ik niet omdat ik arrogant ben, maar dat zeg ik omdat ik uit ervaring, even uit bewijs, weet dat dat gaat gebeuren op het moment dat je het echt durft te ontvangen. Dus dit is alleen voor de echte dreamchasers, voor de mensen met cojones, de mensen die hier voor openstaan. Yes. Want als jij kritisch bent naar alle kansen die je krijgt in je leven, ga je die kansen nooit ten volle benutten. En nope. Dit is een unieke kans. Ja. Want die 7 cadeaus, 3 video's, waarin ik jou meeneem in eigenlijk de grofweg drie grootste fases binnen de Law of Attraction. Dus inner work, calmness en abundance. Inner work is met jezelf aan de slag gaan kijken. Wat zijn nou die saboteurs? Wat heeft mij tegengehouden? Waarom ben ik nog niet waar ik zijn wil? De volgende is calmness, want alle succes is altijd, het zaadje van succes is altijd geplant in de grond van rust en vertrouwen. Want vanuit paniek ontstaat er kortstondig succes. En wat wij willen is een proces van continu, zeg maar, groei en succes. Dus dat is je calmness. En de derde is abundance. En dat is die overvloed. Dat is dat toelaten van overvloed in geluk, in succes, in geld, in rijkdom, in wat het dan ook maar is. 3 video's. Bij iedere video zit ook nog een bonus cadeau. Zoals een daily check-in, een e-book, noem maar op. En dan hebben we
Je wil denk ik iets gaan laten zien, ja. Ja, ik ben het aan het laten zien, zeker, zeker. Dames en heren, ik weet niet of je het goed kunnen zien. Dus eigenlijk gooien we de hele lancering van Rihanna helemaal open. Dus alle video's die je om de 3 dagen kon zien. Sommige van jullie hebben het gemist. We hebben heel veel berichten gekregen van, ja, ik heb het gemist. Wat moet ik doen? Wat ga ik doen? Op welke manier? Dat. Ja, guys, jullie hebben het gemist. Maar hier is Inner Work. Video nummer 1, Calmness, met de gratis podcast aflevering erom. Met hier met het e-book van Daily Check-in. We hebben alles opengegooid. Abundance training met de manifestatie badass e-book hieronder. En ook onderaan natuurlijk de herhaling en de replay van het webinar van Rihanna. Dus weet je, als ik je een tip mag geven, ga nu naar www.loakickstarter.nl. Zorg ervoor dat je gewoon op deze pagina gaat komen, dat je al deze training stap 1, de inner work, gaat beluisteren. Dan download je het e-book eronder. Stap 2, calmness. Beluister je de podcast die erbij hoort. Stap 3, ga je naar abundance. En again, we hebben alles opengegooid. Alles is er gewoon. We hebben alles opengegooid, zodat je niet meer het excuus hebt. Oh joh, ik had het weekend heel veel dingen te doen. Oh, ik heb er geen tijd voor gekregen. Ik ben niet aan toegekomen. Je hebt tot morgenavond 10 uur volgens mij. Even check. Tot morgenavond 10 uur heb je de tijd. Alles staat onder de kaart. Het is niet dat je weer 3 dagen hoeft te wachten. Het is niet een lange ding. Dit is echt officieel het cadeautje van Rihanna voor jou. Omdat we zoveel berichten hebben gekregen van mensen die niet bij konden, te laat waren of wat. En oké, listen, 36 uur heb je nu de tijd. Ik zeg, ga je kans pakken. Zorg ervoor dat je dat gaat pakken. En Sabrina zegt, doen. Dik waard om tijd voor vrij te maken. Absoluut. En Dylan zegt, Ohio Aramik-san to Rihanna-san. Ohio. Ohio. Dat betekent volgens mij goedemorgen. Een san betekent volgens mij een vereffend woord. En ik ken wel van Japanse cartoon. San betekent volgens mij meester. Anyways. Dankjewel, Dylan. Ja, goed dat je er bent. En natuurlijk in die wat als kers op de taart, yes, zit het webinar wat Aramik en ik gegeven hebben op 29 oktober. Van volgens mij bijna 1,5 uur. Absoluut. En dat is, lieve mensen, dat is geen webinar. Dat is een Law of Attraction masterclass. Wat daarin gedeeld wordt, is zo ongelooflijk waardevol. En ik wil je ook echt op het hart drukken dat als je ernaar gaat kijken, ga er open-minded naar kijken. Ga alle inzichten, kansen en magische, zeg maar, die aha-momenten, dat het echt klikt, ga dat toelaten. Want dat gaat zoveel shiften in je leven en in je business. Ja, en het 8e cadeau is het mega-aanbod wat eraan gekoppeld is. Yes. En wat daarna weer gesloten wordt. Hè? Yes, en ook dit aanbod, hierover gesproken, dames en heren. Er zijn een aantal mensen die het gemist hebben. Die zeiden van, ja, wat moet ik doen dan? Op welke manier moet ik dat gaan doen? Want ik heb het gemist, weekend heb ik geen tijd. Guys, nu is je tijd. En voor het aanbod en het kijken van, als eigenlijk krijgt iedereen gewoon een second chance om te gaan kijken op welke manier die Law of Attraction voor haar of hem bedoeld is. En dus meteen ook kijken of je geschikt bent om met Rihanna te werken. Want dat is ook weer de volgende kans die 36 uur duurt. Vorige duurde ongeveer de 1,5 week, kon je inschrijven / alles doen. Nu heb je 36 uur de kans om het te doen. Mijn advies zou zijn, ga nu naar loakickstarter.nl. Zorg ervoor dat je die gaat bekijken. En daar wil ik een kleine nuance in zetten. Guys, je hoeft je nergens voor in te gaan schrijven. Dus dit is niet een opt-in. Hier ga je niet op gevallen op worden. We hebben het helemaal opengegooid. Voor iedereen die nu komt, je hoeft geen e-mailadres achter te laten. Ook in de herhaling niet, al dat soort dingen. Het is gewoon open. We zijn 36 uur. De Sinterklaas aan het spelen. Nou, Rihanna is dat voor je aan het spelen. Dus mijn advies zou zijn, ga het doen. En dan is natuurlijk mijn wedervraag aan de geweldige Rihanna. Mag ik in de tussentijd één vraag aan jou stellen, Aramik? Oh ja, tuurlijk. Ik zie heel even tussentijd, even iets technisch. Dat bij YouTube dat hij nog niet loopt. Bij mij loopt hij. Nou, dan is het goed. Dan zal het aan mijn Ik heb geen idee. Bij mij is hij gewoon aan het lopen. Voor jij wel mijn vraag stellen. Ja. Waarom doe je dit? Oh. Ze ging bijna thee drinken. Ik weet niet hoe je dat zag. Hop. omdat er een mega groot leermoment in dit hele proces zat. En ook weer hier dikke veer in je reet, Aramik. Ik ben geneigd om... wij deden deze lancering en achteraf kreeg ik heel veel aanvragen van mensen die zeiden, oh, nou heb ik het net gemist, want ik was eigenlijk het weekend weg, bla. En dan ontstaat er iets in mij en dat is die honger toch nog, laat ik zeggen, het denken in tekort.
Dus dan denk ik, ja, dan moet ik toch nog even snel die mensen alles doorsturen. Want je weet nooit, misschien wordt dat wel een klant. En toen kreeg ik van Aramiek zo'n lekkere tik op mijn hoofd. En die zei, jouw ideale klant, de klant met wie jij wil werken, de klant die jij echt kwaliteit geeft, de klant waar jij mee verbindt, Rianne, de klant waarmee jij resultaten gaat halen, die heeft gezien dat jij de afgelopen maand tot gekmakens toe hebt aangegeven dat er iets gaat komen waar mensen zich voor in kunnen schrijven. En nu is dat gebeurd en nu gaan ze piepen dat ze niks ontvangen hebben, want ze hebben die hele maand niet de gelegenheid genomen of even opgelet ergens een keer om zich aan te melden. En precies wat Rianneke zegt, dat pleasen. En toen dacht ik, shit, ja, je hebt gelijk. Ik ga niet iedereen dat nasturen. Want ik word een soort persoonlijke PA of VA van mensen. Een soort assistente. Die dan alsnog haar product. En het is potverdorie een gratis product. Ja, joh. En toen zei Aramiek terecht. Weet je wat? We gaan hem toch nog één keer losgooien. Maar dan wel weer voor de mensen die opletten. De mensen die gefocust zijn. De mensen die dit echt willen. De dreamchasers, de go-getters, de beslissers. En dat was weer zo'n, ja, precies wat Sabrina zegt. Dit geven we, en ik heb van Aramiek geleerd, in de tussentijd niet te pleasen. Want en daar komen we straks weer op het mooie thema wat we hebben. Er is namelijk een enorm verschil tussen geven en pleasen. En dit is een geefmoment. En ik moet leren om, echt afleren om please, niet meer te pleasen. Te geven op momenten dat het voor mij uitkomt en daardoor de juiste doelgroep aan te trekken. In plaats van steeds te pleasen door mensen tussendoor, maar steeds weer van gratis weer door te blijven sturen. En dan vaak, het is precies wat ik zeg, ze zijn geïrriteerd omdat ze het niet hebben ontvangen. Ja, je hebt je niet ingeschreven. En zijn dan ook nog geïrriteerder als ik dan aangeef van, joh, ik heb een maand lang op LinkedIn, op Instagram, in nieuwsbrieven, in mijn podcast aangegeven dat dit eraan gaat komen. Nu is het stop. En op het moment dat die mensen, dus ik merk dat zij geïrriteerd zijn en dat trek ik me aan. Terwijl het is de bevestiging dat niet de mensen zijn voor wie ik doe wat ik doe. Exactly. En je ziet, het is enorm herkenbaar. By the way, Dylan zegt, YouTube werkt. Great. Chantal zegt, ja, het is weer gezellig. En Marianne, goedemorgen. Mijn papa zegt, hey, goedemorgen Rianne, naar Aramiek en Chantal. En herkenbaar zegt Rianneke. Sabrina zegt, prioriteiten stellen. Absoluut, gever of pleaser. Simone is er. Heel goed, Simone. Ik ga zo meteen je ochtendpost laten zien. Goedemorgen is later. En Rianneke zegt, ja, dankzij mijn kick in de bad gistermiddag heb ik gisteravond op twee van dit soort mensen nee gezegd. En het geld dus niet ontvangen. Het klopt niet om hun verder te gaan. Absoluut. Heel goed, Rianneke. En om jullie gewoon daar ook, we hebben het natuurlijk vaker besproken. Weet je, er is zo'n grote massa informatie naar buiten toe gegaan afgelopen anderhalve maand. Van Rianne naar haar community, naar alle mensen. Dat enige mensen die het niet gevolgd hebben, zijn die mensen die het altijd niet volgen. Klinkt heel suf. Maar dat is de fear of missing out van een heleboel mensen. Totdat ze het missen, dan zeggen, oh, ik heb het gemist. En de vraag is, zijn dat je ideale klanten? Nee, natuurlijk niet. Je wil met mensen werken die engaged zijn, opletten, je op de voet volgen. En meteen, net als hier bij Rianneke, die zegt, ja, ik heb gewoon 9 verkocht gisteren. Ik heb het maar niet gedaan. Ik heb gewoon proactief. Dus niet wachten tot iemand zelf nee zegt. Maar wij zeggen bij deze, weet je wat? Helemaal goed. Rianneke zegt, ja, je wilt het of je wil het niet. You either give 100% or you don't give at all. Exactly. Dan komt een heel mooi thema. Maar dat thema, volgens mij kan ik dat heel mooi van Simone haar... Even kijken, ik ga Simone haar ochtendpost erbij pakken. Want die had een ontzettend leuke ochtendpost, Simone. Ik vond hem een hele mooie... ja, dit is echt heel grappig. Want ik heb hem vaker gehoord. Even kijken of ik hem erbij kan halen. Of jullie het kunnen zien. Even kijken, ik ga hem even stop sharing. Kijk, let op Rianne, wat er gebeurt zometeen. Kijk, komt hij aan. Dit is de ochtendpost van Simone. Simone zegt... Geen co-ouder, maar samen ouder. Nou, dat vind ik een hele mooie, want wat zegt ze? Ik ben co-ouder, co-ouder. Zo noemen de officiële instanties mij. Dat vind ik een gek woord. Het doet mij denken aan een co-piloot en een co-assistent. Dan ben je dus het net niet helemaal, want de eindverantwoordelijkheid ligt altijd bij de ander. Nou, ik vind dat ik dat wel helemaal ben.
Ik ben moeder, ook al zijn mijn dochters een deel van de week niet bij mij. De eindverantwoordelijkheid ligt ook op die dagen bij mij. Net als bij hun vader. We zijn samen ouders, geen co-ouders. Gewoon samen. Kijk, now you're getting there. En wat zegt Sabrina? Die zegt, ja, verandering zit in jezelf. En als je blijkbaar niet wilt, gebeurt er ook niks. En nu ga ik iets vertellen. Nu komt het heel erg leuk. Dan gaan we testen, Rianne. Ik herinner me dat nadat de lancering klaar was, je kreeg een stuk of volgens mij 5-6 mailtjes van mensen via de mail. Van ja, ik heb het gemist. Weet je nog? Dat je zei van, nou, ik ga met mijn team overleggen. Weet je, laten we kijken welke van deze mensen aankomende 36 uur gaat kijken. Let's see of ze daadwerkelijk jou gaan bedanken. Oh, hey, Rianne. Ja. Hey Rianne, bedankt dat je het op hebt gegooid. Thanks voor de moeite. Oh, wat fijn dat je me al geluisterd hebt. En ik voorspel alvast. En weet je, ik schrijf hier, dan ga ik volgende week zeggen wat ik voorspeld heb. Maar je gaat kijken op welke manier zo'n machine werkt. Hoe de gedachten van mensen werken. Dus ik ben benieuwd of je van die 5 of 6, er waren meer by the way daarna, of je iets daarvan gaat horen. Let's see what's gonna happen. En dan hebben we natuurlijk een heel mooi thema. Even kijken of ik... Nou, weet je, leid jij maar het thema in. Terwijl ik nog een keertje reclame ga maken. Guys, ga naar www.loakickstarter.nl. Heb ik al gezegd dat je naar loakickstarter.nl moet gaan? Heb ik nee. Al gehad? Nee, nou, nog een keertje. Nee. Wil je al deze cadeautjes van Rianne? Ga naar www.loakickstarter.nl. Yes, en dan, we hebben een hartstikke leuk thema. Nou, vertel het over het thema. Het thema wat ik niet kan uitspreken. Gewoon echt niet normaal. Nou, ik ga eerst beginnen met jou een vraag te stellen. Oh, en dan daarna leiden we het thema. Vind je dat goed? Ja hoor, tuurlijk. Ik zat te bedenken, want we geven natuurlijk nu weer heel veel weg, Aramiek. Het is echt zo, en dat durf ik echt te zeggen. Dat is trouwens ook een enorm groeiproces wat ik heb doorgemaakt. Ik weet... Het is niet, ik zeg het niet alleen, maar ik voel tot in alle vezels in mijn lijf dat wat wij hier weggeven zo enorm waardevol is. Maar voor de mensen die hier klaar voor zijn. Dus voor de mensen die ook echt willen groeien en ook die inner work durven te doen. Maar ik ga een vraag aan jou stellen als mijn business coach. Yes. Aramiek. En dan heb ik daar dus niet meteen antwoord geven, want ik wil daar even een dilemmaatje aan koppelen. Kun je ook te veel weggeven als business? Dus je ziet op LinkedIn en op Instagram, er worden blogs met enorm waardevolle informatie. Je hebt je podcast, je hebt alles wat je deelt op je socials, noem het e-books, noem het allemaal maar op. En ik dacht in twee opzichten, en ik kan daar eigenlijk een ja en een nee op geven. En ik ben benieuwd hoe jij dat ziet. Want als het gaat over het delen van je kennis, geloof ik dat je nooit te veel kunt weggeven. Want uiteindelijk wil iemand met jou werken en gaat het pas echt zeg maar aan de gang op het moment dat je één op, of niet één op één, maar als je echt met diegene en met jouw energie en de energie van die ander aan de bak gaat. Je kunt een blog lezen, je kunt een e-book luisteren, je kunt, je kan een podcast luisteren, maar het doen, dat doe je met de energie van degene die dat jou geeft. Dus daar zit altijd die extra in. En dan kan het misschien dezelfde input zijn, maar dat werkt gewoon anders. Dus in kennis delen zeg ik ja, maar, en daar ben ik benieuwd hoe jij er naar kijkt. Heel veel weggeven kan misschien ook betekenen dat je een verkeerde doelgroep aantrekt. Namelijk de doelgroep van freeloaders. Dus hoe kijk jij in dat opzicht naar die twee punten als ik aan jou vraag, kun je ook te veel weggeven? Dat is een hele mooie vraag. En Lars zegt, goedemorgen Aramiek en Rianne. Lars hier, VA van Ron's Tankist. Hey, goed zo. Doe Ron onze hartelijke groetjes. Goed dat je bent, Lars. Nou, weet je, toevallig deze vraag, we hebben die natuurlijk niet voorbereid. Deze vraag is exact de vraag die ik eigenlijk vanochtend om 8 uur heb gepubliceerd. In de vorm van mijn... Oh, echt? Ja, het is echt heel grappig. Ik heb een blog geschreven, vanochtend is gepubliceerd. En dit is eigenlijk mijn blog. Die heeft over, wat is de titel van mijn blog? Die zegt... 7 redenen waarom jij een gratis product moet gaan hebben, dames en heren. Dus waarom jij gratis product moet hebben als vrouwelijke ondernemer. Nou, de samenvatting is heel simpel. Dit zijn de gratis producten. Ik zal hem even snel scrollen. Namelijk 1. Een gratis product zorgt voor de allerbeste samenwerkingen. Kijk maar naar mijn samenwerking met bijvoorbeeld Irene. Dat komt straks in december samenwerken. Kijk maar naar de samenwerking die ik met jou heb. Met zoveel mensen. Het zorgt met samenwerkingen en campagnes met experts. Reden nummer 2 is een gratis product. Zet je als expert apart. Je wordt gewoon gepositioneerd als expert. Nou, voordat ik de hele samenvatting geef, ga mijn blog lezen zou ik zeggen. Maar terug te komen van kun je ook... te veel geven, want dan krijg je de freeloaders.
in mijn optiek, en ik heb meer dan 380, ik denk ruim 400 verschillende gratis producten in allerlei vormen. Of nou, ik heb podcasts, neem ik niet eens in mee. Podcast al, dit is de 356ste volgens mij uitzending van de podcast. En binnenkort 10 december gaan we groots vieren dat we een jaar lang iedere dag om 10 uur hier zijn. Dus de podcast even achterwege laten, live even niet zijn als gratis product. Nee, ik kan niet te veel weggeven. Want ook een weggever, een van de redenen van een weggever is, en dat is volgens mij reden nummer, wat heb ik gezegd? Ja, de reden nummer 3 is de BKUR-methode. Namelijk, door middel van gratis weg te geven, kwalificeer ik meteen de freebies. Want wat doet de freebie? Die schrijft zich continu in en uit. Die gaat continu downloaden, die gaat continu afmelden. Die gaat continu iets aanvragen, die kijken webinars en die koopt niks. En I'm totally fine with that. Maar wat die freebie niet weet, wat de freebie niet weet, wat de andere mensen ook niet helemaal bewust zijn, is dat er iets anders achter zit aan het weggeven. Naast de dopamine, naast het goed gevoel, naast alle dingen. Een weggever zorgt voor een woord wat ik dus niet kan uitspreken. Een weggever zorgt voor een emotie, een trigger die we allemaal als mens kennen, maar niet herkennen. Dit is zeg maar, je moet je voorstellen als je aantal keer naar de slager gaat. En iedere keer dat je bij slager bent, je hoeft niks te kopen, je gaat bij de slager. En we hebben zo'n hele lieve slager bij ons, Ilja. Dus hij is fantastisch, we kennen hem al jaren sinds we in Hoofddorp wonen. Die geeft iedere keer dat je daar bent, zonder iets te kopen, die geeft een stukje ham of een stukje, weet je, dat hebben ze wel vaker, toch? Dat je van, er komt een moment, na de derde keer dat jij daar bent geweest, je hebt niks gekocht, dat Ilja komt met dat stukje ham voor je dochter of voor je zoon of voor jezelf, dat je denkt, shit, laat ik maar iets gaan kopen. En zo geldt het ook met gratis producten, zo geldt het ook met gratis geven, zo geldt het ook met alle zaken in de wereld. Er is een wet, dat heet de wet van Wederkerigheid. En, ja. Reciprocity. Reciprocity noemen ze dat in het Engels. Echt een woord. Reciprociteit. Weet ik wel hoe het in het Nederlands heet. Maar dat is dus de wet van wederkerigheid. Voor mij mag iedereen. En again, ik doe heel veel campagnes nu ook met Irene. Gisteren hebben we een interview met Irene gehad. Doe met de Black Friday Summit. December doe ik met een aantal andere mensen. Van mij mag iedereen alles van me halen. Van mij mag iedereen al mijn gratis producten halen. Want at the end of the day gaat er maar 5% daadwerkelijk er wat mee doen. Er gaat maar 5% verder met me werken. En iedere keer dat dus de 100% grotere 100% gaat worden, hè, als meer mensen. Dus stel je voor, in het begin heb ik 100 mensen die van mijn gratis producten gaan downloaden, 5 mensen gaan door, maar wanneer die 100% 1000 wordt, dan heb je daar 50 mensen op. Dus van mijn part mag iedereen alles van me downloaden, hoef ik helemaal niet te verkopen. Voor mij gaat het om de wet van wederkerigheid en dat is ook een leefstijl. Ik noem het altijd, ik wil altijd als de gever gezien worden. Ik wil de grootste gever zijn ooit op LinkedIn, ooit op Instagram, ooit op welk kanaal dan ook. Want het zorgt voor enorme goodwill en het zorgt voor dus enorme wederkerigheid. Wat Rianne zo meteen gaat uitleggen. Wat betekent nou wederkerigheid? Of zoals ik dat net zei, de reciprocity. Reciprocity. Dus dat. Nou, ik ga sowieso even opzoeken wat de dikke Van Dalen zegt. Wederkerigheid. Maar wat het voor mij in veel gevallen betekent, wat ik wel een mooie vind, is wederkerig. Als je kijkt naar de wet van aantrekking, is wat je uitzendt, krijg je terug. Hè? Dus je bent een magneet. Terwijl dat gaat niet altijd op. Want precies wat jij zegt, je geeft energie aan 100 mensen en maar 5 mensen geven jou een soort vergelijkbare energie terug. Dus ik vind het ook wel in het kader van de wet van aantrekking, vind ik dit namelijk echt een hele interessante. En de dikke Van Dalen zegt, wederkerigheid is de onderlinge verplichting binnen een relatie om een gift te beantwoorden met een tegengift. En daar komt hij dus weer. Dus hoe past, en dit is misschien echt, we gaan nu echt even de diepte in. Als je het hebt over Law of Attraction, lieve mensen, en dit is dus wat ik jullie wil meegeven, hoeveel diepere lagen er binnen die Law of Attraction zitten. Want Law of Attraction is inderdaad, wat je uitzendt krijg je terug. En wat ik net zei is zeg maar de definitie van wederkerigheid. Dus dat als je iets geeft, bijna de verplichting dat je iets moet teruggeven.
Maar dat betekent dus dat je eigenlijk van jezelf altijd een soort slachtoffer maakt. Want wat Aramiek net al zei, je geeft aan 100 mensen en maar 5 mensen geven jou iets terug. Daar kom je echt mee in verbinding. Nou ja, om een concreet voorbeeld te geven. Er zijn meer dan 111 mensen geweest die dit allemaal gedownload hebben bij de eerste lancering. En van uiteindelijk een handjevol mensen krijg je een dankjewel. Op het moment dat ik heel erg in die wederkerigheid zou zitten, zou ik ongelooflijk teleurgesteld raken. Dus het kan ook, de wederkerigheid kan een kracht zijn, maar kan ook een valkuil zijn, omdat het je een slachtoffer kan maken. Op het moment namelijk dat je verwacht dat als je veel geeft, dat je ook verwacht dat je veel terugkrijgt, believe me, dan ga je mega teleurgesteld raken. Yes, yes, absoluut. En hetzelfde geldt ook. En dan weet je, ik ben in gelukkigste omstandigheden dat ik met zulke toppers zoals jij mag werken. En dan krijg je op een gegeven moment dat mensen van buitenaf vergelijkingen gaan trekken. Nu is het gevaar daarvan. Niet alleen maar dat ze verwachten dat ze wederkerigheid terug gaat komen in dezelfde getalen wat je geeft. Hè? Want als mensen denken, hey, ik heb 100 gegeven, dus ik wil ook 100 terugkrijgen. Nou ja, was het maar zo, dan was ik ontzettend rijk, miljardair, weet ik veel. Dan zat ik hier niet als hetzelfde amount dat ik erin zet voor terug zou komen. Nou, dan hebben we met andere wetten te maken. Dat is één. Tweede is, er komt een valkuil om te gaan vergelijken. Oh, kijk maar Rianne zoveel geven. Kijk maar Rianne zoveel creëren. Ja, laat ik maar hetzelfde doen als Rianne, want dan krijg ik hetzelfde terug. Snap je wat er gebeurt dan? Want dat heb ik al afgelopen week, zo grappig. Zo'n dynamisch iets wat er altijd werkt. Mensen dan gaan ze zich met jou vergelijken, met dezelfde wederkerigheid, met dezelfde energie. Terwijl ze helemaal niet weten hoe lang je eraan gewerkt hebt, wat je ervoor hebt moeten laten. Ze hebben geen idee. Ze hebben geen idee wat jij voor hebt gelaten. Maar ze zien iets. Ze denken, oh, hetzelfde wat Rianne doet. Dat als ik net als Rianne dit gaat doen, krijg je hetzelfde terug. Krijg je dus de wederkerigheid die terug gaat slaan, terug gaat schieten. Dat noem ik aan aangenomen wederkerigheid. Omdat je ziet dat het bij de ander op die manier werkt, ga je proberen dat gewoon te gaan dupliceren / moduleren. Dat is een enorme valkuil. Wederkerigheid is een hele persoonlijke staat van zijn die puur te maken heeft met jouw intentie, hoe je dat gaat inzetten. En het heeft meer valkuilen dat het voordelen heeft. Het moment dat je dat gaat manipuleren, het moment dat je gaat verwachten van de wet, van wederkerigheid, ja, ik heb 1000 ingestopt, geef mij maar minstens 999 terug. Ja, dat is het begin van het einde, zeg maar. Nou, ik ben ook wel even benieuwd, Aramiek. De mensen die nu hier aanwezig zijn en die kijken, hoe zij die wederkerigheid ervaren, ook in hun ondernemerschap en misschien ook wel persoonlijk. Weet je, hoe ben je vaak teleurgesteld? Of wat geeft het geven je? Weet je wel, dat is misschien wel een mooie vraag. Wat geeft het geven je? En kun je, want ook ik merk, Aramiek, en ik ben heel eerlijk, and we're only human. Yes. Ik merk dat ik soms nog best wel eens een beetje teleurgesteld kan zijn in, en dit is echt a true confession, in als ik zie hoeveel we geven en hoeveel hoe weinig energie je ervoor terugkrijgt. En dus maak ik van mijzelf, ontneem ik mijzelf vrijheid. Absoluut. Want echte vrijheid is niks terugverwachten. Exact. En in de basis verwacht ik ook eigenlijk niks terug. Maar ik merk dat als ik dan van iemand een mailtje ontvang die zegt, jeetje Rianne, wat ontzettend tof. En ik heb er nu al inzichten van gekregen dat ik denk, wauw, wat doet me dat goed. Ik merk dat ik eigenlijk onbewust dit mailtje heel erg nodig had. Want ik heb er, het is als het uitbrengen van een album, van muziek. Het is zo persoonlijk. Alles wat hierin zit, is mijn persoonlijke proces. Dus het is ook heel kwetsbaar. Ja. En het is vanuit gunning deel je het. Want je gunt een ander ook zijn droomleven en zijn droombusiness. En toch zit er dan nog in mij dat je hoopt dat mensen even reageren of zo. Of weet je dat? Ja, dat is heel logisch. En dus ik ben echt benieuwd, jongens, reageer even hier. Herkennen jullie dat? Wees eens echt eerlijk. Herkennen jullie die teleurstelling van als je iets, hey, je hebt een blog geschreven, of je hebt een e-book gemaakt, of je hebt een podcast. Dat je soms best een beetje teleurgesteld kan zijn. Dus datgene, vaak is het degene waar je zoveel energie in hebt gestoken,
dat je daar dan weer heel weinig reacties van terugkrijgt of zo. Ik ben echt benieuwd of jullie dit herkennen. En nog erger, je denkt dat je er alles aan hebt gedaan. Nu komt het. Je denkt dat je er alles aan hebt gedaan. Je hebt je gehouden aan alle templates. Je hebt je gehouden aan alle stappenplannen. Je hebt je gehouden aan alle mailings. Je hebt je gehouden aan alles wat... Wacht even, ik maak eerst een foto van ons. Dat is misschien handig. Zo. Dan kan ik dat alvast in Instagram. Maar wat ik heel vaak zie is de teleurstelling is ook... Vooral als mensen denken dat ze er alles aan hebben gedaan... Dan, oh, zie je wel Aramiek, het werkt niet. Zie je wel op die manier. Dus laat ook ons weten op welke momenten jij dat had. En ik zie Rianneke voor Rianneke komen. Wacht even, ik zal hem even iets babbels maken... zodat we haar goed kunnen lezen. Ja, Rianneke zegt... Wanneer ik zoveel geef en niks krijg, zie ik dat hetzelfde dat ik als... Dat ik zelfs moet trekken eraan. Het begin klopt dan niet. Niet de juiste ideal strategie of ik daarin congruent ben. Ah. Dit vind ik wel een mooi aandachtspunt. Absoluut. Er is geen overnight succes. Dus waar zit de tipping point dan? Kijk, op het moment dat je echt doet wat bij je hoort. Hè, wat echt gewoon goed. Dat wil nog niet zeggen dat je dan meteen 100 klanten krijgt. Dat is ook iets waar je in moet groeien. Dus kijk, aan de ene kant is het zo, als je ergens heel hard aan trekt en die energie klopt niet meer, Rianneke, helemaal gelijk, dan klopt het begin niet. Maar het is succesvol worden heeft te maken met tweaken. Heeft te maken met groeien. Heeft te maken met jezelf verbeteren. En ik zie zo vaak om me heen ook dat of het begin klopt niet, of mensen gaan iedere keer iets proberen en lukt het niet meteen, hup, dan beginnen ze weer wat nieuws. Yep. En de ondernemer die succesvol is, het is helemaal waar wat Rianneke zegt, die zorgt dat het begin klopt. Dus je waarom, echt vanuit je gevoel heel diep weten, ook met je saboteurs nog aan de slag gegaan, noem maar op. Maar vanuit een diep weten dat gaan starten. Maar na 20 keer vallen, die 21ste keer weer opstaan en doorgaan. Kijk maar naar alle succesverhalen van de grote ondernemers. Absoluut. Dus ook hierin, en jeetje, weer dus zo'n verdieping in die law of attraction. Ja, je trekt aan wat je aan energie geeft. Dus als je begin niet klopt, ga je het inderdaad, dat is exact wat Rianneke zegt, dan ga je niet de juiste mensen en ga je ook niet het absolute, zeg maar, continue succes aantrekken. Maar het, aan de andere kant, wat het universum ook doet en wat law of attraction ook beschrijft, is dat het universum is je aan het testen. Want als jij nog niet klaar bent met al die saboteurs, dan ga jij weer vallen. En dan ga je, als je echt in staat bent om jezelf te ontwikkelen, dan ga je ervan leren en dan ga je je aanpassen. En soms heeft het heel veel aanpassen en tweaken nodig om daar te komen waar het echt het succesproces is. Dus het is, ik vind dat een hele moeilijke. En dus bij alles, en ik denk Aramiek dat je het met me eens bent, is zo dicht bij je gevoel en je intuïtie te blijven. Hier zegt Marianne het antwoord op alles. Absoluut. Marianne zegt, dit is Wim dan. Wim herken dat. Marianne doet een post over hetzelfde onderwerp. Dan ik met de foto van dezelfde strekking. Zij 3000 views, ik 300 views. Ja, absoluut. Sabrina zegt, ja, ik doe niet meer mee aan verwachtingen. Maar snap het wel. De meeste mensen nemen niet de moeite om vriendelijk te zijn. En listen, ik weet niet of het met vriendelijkheid te maken heeft. Ik denk dat het een bewustwording is. Het is met mindset te maken heeft. Sabrina zegt, blijven slijpen, anders stomp je af. Absoluut. Helene, goed zo, goed dat je er bent. Beetje laat, maar je bent er gewoon. Want ja, op dat eilandje is het lastig met de wifi, heb ik gehoord. Absoluut, Rianne, zegt Rianneke. En dan voel je de overtuiging in wat je doet en voor wie je het doet. Dan is het persistent. Absoluut. Ik heb het gisteren gehad, ook Simone, laat me weten of je er bent. Afgelopen maandag was Simone hier. En we hadden het over persistence, we hadden het over doorzetten, we hadden het over resultaten. Resultaten versus beslissingen maken. Als resultaat tegenvallen, wat moet ik dan doen? En dat is altijd mijn advies of mijn motto is altijd, weet je, je strategieën, je plannen, alles wat je maakt van tevoren bepaalt niet je succes. Heel simpel. Dat bepaalt alleen maar je beginpunt. Je begint ergens met een plan, met een strategie. We zijn 1,5 maand geleden met een lancering van Rianne. We zijn ergens van uitgegaan. We hebben alles uitgestippeld hier, de hele kantoor. Mocht iemand van jullie op kantoor komen, zit nog steeds vol met haar. Alle planningen, alle mails en dat soort dingen. We zijn van start gegaan. Maar nu komt het. Je resultaten, je strategie bepaalt niet je resultaat. Je resultaten daarna per dag en per 3 dagen per video, die
te analyseren en evalueren, die bepalen je strategieën. Dus je kan wel van tevoren zeggen, oh, we gaan in één recht doorweg uit, dit worden de mailingen, dit worden video's en zo. Ja, you don't know shit, weet je. Iedere lancering, iedere ding is weer anders. Dus ook dat is dus hetgene wat ik altijd zeg, practice, patience, persistence. Blijf trainen, blijf verbeteren, blijf optimaliseren. Wees geduldig daarmee. Zorg ervoor dat je niet denkt, nou, weet je, Rome, Parijs, een zwangere vrouw is niet binnen een dag zwanger geworden. Je kan niet met één dag met 9 vrouwen naar bed gaan en verwachten dat je binnen 2 dagen kind hebt. Dat duurt allemaal. Het heeft tijd nodig. Proactiviteit nodig. Het heeft learning points nodig. Learning curves. Ik zie Rianne helemaal. Ga maar. Pak hem maar in voordat ik door ga lullen en je vergeten ben. Nou, wat ik zo mooi vind in dit hele proces, ook die lancering die ik met jou heb gedaan. We hebben zeg maar piketpaaltjes. En daaromheen heb ik alle vrijheid om het vanuit mijn energie in te vullen zoals ik dat wil invullen. Aramiek doet waar hij knijtergoed in is en ik doe waar ik goed in ben. Vanuit alle vrijheid. Ik vertrouw hem hoe de mails opgemaakt worden. Weet ik veel shit. Ik vertrouw hem en Helene volledig. Dus dat is al rust en vertrouwen. Dat is de eerste. Ten tweede heb ik alle vrijheid om het qua marketing op mijn social media en al dat soort dingen, nieuwsbrieven, blogs, podcast, helemaal in te vullen zoals ik dat wil. En dan behoud je de juiste energie. Want dat zijn allemaal kleine manifestatiestapjes. Die kleine stapjes zorgen ervoor dat ik groei in het vertrouwen van wat ik bied. En dit is een hele essentiële, lieve mensen. Op het moment dat jij weet dat je iets te doen hebt, en dat je dus een droom hebt die je na wil gaan jagen, sterker nog, waar wil gaan maken, dan heb je 2 keuzes. Dan heb je of de droom waar maken, of je maakt er een job to do van. En bij die laatste haal je de magie er volledig uit. Want dan ga je hem helemaal dood analyseren. Dan ga je hem van dag tot dag plannen. Sterker nog, dan ga je bufferen. Dan ga je, weet je, ik geloof namelijk ook nooit in je social media bufferen. Voor mij werkt dat niet, want dan zit mijn energie er niet achter. Als ik dan van iemand krijg, te gekke Instagram post, dan denk ik, hoezo, wat heb ik gepost dan? Want dat had ik 2 weken van tevoren allemaal ingepland. Het werkt voor mij gewoon niet. En ik geloof erin. De juiste energie. Dus wil je een droom waarmaken, begin dan iedere keer met een stap. En op het moment dat ik met Aramiek ging zitten en die hele strategie die nog op de muur hangt, joh, toen waren wij al een maand met elkaar hierover aan de slag. Dus het is niet vanaf dag 1 die strategie. Dat groeit. Dat heeft te maken met iedere keer een manifestatiestapje die je zet. En dan groei je toe naar het steeds verder invullen. Maar op het moment dat je een droom hebt en je zegt meteen, oh, dan moet ik dit doen, dan ga ik het zo doen. Dit is de planning, dat moet er gebeuren. Dan haal je de magie uit je droom. Dat komt vanzelf. Yes. Begin met eerst uitspreken van de dromen. Dat is wat Aramiek en ook ik heel vaak doen. En hetzelfde is wat wij hier spontaan vorige week deden. Dat ik zei, er moet gewoon een live event komen. Denk je dat wij in de tussentijd al met elkaar hebben gezeten in hoe dat moet gebeuren, waar dat moet gebeuren, wanneer dat moet gebeuren? Nee! Dat ontstaat. En zo hou je een droom in leven en ga je hem waarmaken in plaats van dat je er een job to do van maakt, wat vaak stress, paniek en onrust oplevert. En daar zit een essentieel verschil. Mooi. Zie je ook Simone zeggen, volhouden ook als de resultaten nog niet zijn daar waar je wilt. Ik bedoel, dat weet je, het is grappig. Laat ons weten, diegene die online zijn, of je dit herkent als eerste. En een tweede is natuurlijk, we hadden het over de wet van wederkerigheid. Onthoud één ding, hè, jongens. Ik bedoel, heel veel mensen vergeten dat. Heel veel mensen, ik word er altijd voor gek verklaard, oké? Ik word altijd voor gek verklaard waarom ik nou weer mijn 221ste blog heb, na 221 weken achter elkaar wat ik doe. Waarom ik vandaag mijn 356ste de livestreaming heb iedere dag weer. Weet je, ik word altijd een beetje als gekkie gezien. Die gekkie die continu geeft. Een gekkie die continu online aan het geven is. Al dat soort dingen. En nu komt het. Als ik me zou druk maken over aantal kijkers, aantal viewers, aantal reactiegevers, aantal mensen die op dit moment engaged zijn of niet. Als ik continu zou daar kijken, oh, er zijn maar 30 mensen online. Oh, die en die is er niet. Al dat soort dingen.
Dat is niet de wet van wederkerigheid. De wet van wederkerigheid is iets wat in mijn opinie zegt... het maakt niet uit hoeveel mensen iets van me afnemen. Het maakt niet uit hoeveel mensen dit consumeren op dit moment. Het maakt niet uit hoeveel mensen dit lezen. Ik weet, meer dan 95% van de kijkers... en meer dan 95% van de lezers... meer dan 95% van de luisteraars... zal never nooit reageren. Onthoud dit alsjeblieft. Voor iedereen die dingen aan het promoten is, in content zit, je produceert heel veel, je doet al lancering, al die dingen. Onthoud dit gegeven. Dit is echt, laten we zeggen, vanuit mijn praktijk, mijn ervaring, zegt 95% van mensen die het leest, zal never nooit reageren, zal het never nooit liken, zal het never nooit doorsturen, zal never nooit terug een bedankje geven. Oké, dat is een gegeven. In mijn business is dit waar ik altijd rekening mee hou. Dus dankjewel alle 5% die hier zijn. Iedereen die hier binnen is. I love you. Dus alle erkenning voor de actieve mensen. Oké, dat is als eerste. Een tweede is... Je kunt never nooit weten wanneer die 95% in een sfeer komt. In een kansrijke positie komt. In een gesprek komt. In een weet ik wel welke omgeving komt waar ze opeens iemand zoals ik zoeken. Bijvoorbeeld een irritante, overschreeuwige LinkedIn-trainer. Of een ambitieuze, promotionele, weet ik. Somebody like me. Noem maar wat ik ben. En het eerste wat diegene gaat doen van die 95%. Wie denk je dat als eerste omhoog gaat komen in haar hoofd? Wie denk je dat als eerste aan gaat denken als ze een LinkedIn-trainer zoeken? Wie denk je dat als eerste gaat nadenken als ze een host zoeken? Of als een presentator zoeken? Of als een entertainer zoeken? Whatever in mijn rol kan zijn. Dat ben ik. Dus ga je niet druk maken om al die wet en al die dingen. Wet van wederkerigheid, net als wet van aantrekkingskracht, werkt altijd. Alleen je ziet het resultaat niet meteen. Er is zo vaak, na 1,5 jaar, na 2, 3 jaar, komt iemand naar me toe die zegt... ja, nu wil ik 1-op-1 coaching met... Dadadada. Dan denk ik, maar waar kom je vandaan? Waar heb ik dit aan verdiend? Dan zegt diegene, oh, maar ik volg je al wel 3 jaar, hoor. Wat? Je hebt nog nooit iets gereageerd op mij. Ja, maar ik lees al je blogs. Wat? Hoe dan? Ik bedoel, mijn allerbeste vriend, die zit toevallig hiernaast, die heeft meer dan 3 jaar al mijn blogs gelezen. Hij heeft nog nooit eronder gereageerd. Ongelooflijk. You know? Dus pas op met aan te nemen, dat hetgene wat je ziet, je resultaat, dat het volle resultaat, volle netto resultaat is. Dat zijn allemaal van die kruimeltjes die verzameld worden tot een momentum komt, tot een groot resultaat gaat komen, oké? Okay? Inderdaad, en Mariana zegt, klopt inderdaad, want dan wordt het forceren in plaats van manifesteren. Ja, dan wordt het fixeren in plaats van focussen. Absolutely. Dankjewel, Mariana. Absolutely. Back to you. Nou, wat jij zo mooi beschrijft, Aramiek, is dat je dan eigenlijk op het moment dat je steeds maar... Het is eigenlijk een stukje verwachtingsmanagement. Maar als je focust op die 95% die niet reageert, dan ben je eigenlijk bezig je eigen wet van denken in tekort te gaan implementeren in je leven. Of de wet van slachtofferschap te gaan implementeren in je leven. En dat is het... Als je het dan hebt over de wet van aantrekking, dan zit hier de wet van denk in tekort en de wet van slachtofferschap. En dan zit hier die law of attraction, dat manifesteren, dat grootse resultaten krijgen. Onverwachte kansen, magische ontmoetingen die ineens leiden tot ontmoetingen van mensen die uiteindelijk de grootste klanten worden. Rianne, luister gewoon. Hè. Gewoon even een heel, heel simpel voorbeeld. Mag ik een heel simpel voorbeeld geven? Graag. Wat doe jij in godsnaam in mijn leven? Kan jij mij vertellen hoe het komt dat er vanaf het begin dat je ooit op mijn clubhouse room was geweest, dat ineens mijn leven, ik hoop ook jouw leven een beetje voorgoed, is veranderd? Dat mijn dinsdagen totaal zijn veranderd? Waar heb ik je aan verdiend? Ik heb je niet opgezocht. Ik heb je niet getarget. Ik heb je niet berichten gestuurd. Ik heb je niet getriggerd. Ik heb je niet getraind. Ik heb je niet gespamd. Ik heb je niet... Er is geen enkele... Dat zou energetisch, zeg maar, visible. Er is geen enkele duidelijke, zichtbare relatie tussen het moment dat ik op Clubhouse ga. Jij komt op het podium staan daar. We doen een fantastisch gesprek. We hebben daarna, volgens mij meteen na een uurtje belden we of we appten van, nou, iedere dinsdag, je kwam binnen. En het is gewoon klaar. De dinsdagen zijn van jou. Hoe kan je dat dan, snap je guys, verklaren? Je bent uit de lucht komen vallen, letterlijk. Maar ik geloof, en nu draai ik het om zoals ik het denk, dat is omdat
de allerlei universele wetten, maar zeker de aantrekkingsweg heeft gewerkt. Ik heb jou gemanifesteerd, jij hebt mij gemanifesteerd, zonder tussenkomst van allerlei logische dingen. Dit is een energetische manifestatie geweest op die manier. Dus weet je, dus ook daarin, by the way, herken je wat ik zeg, Rianne? Begrijp je wat ik bedoel? Nou, wat zo mooi is, is dat het dus een bevestiging is dat we alle twee geen fixed mind hebben, maar een open mind. En dat we hebben allebei een droom, zeg maar. We hebben die stip op de horizon. En hoe we daar komen, dat is precies ook hoe deze lancering, dat wordt, iedere manifestatiestap brengt je daar dichterbij. Maar op het moment dat we op een manifestatiesteen, het is alsof je een rivier hebt met allemaal stenen. En sommige mensen die gaan gewoon zo snel mogelijk van de ene kant naar de andere kant. Terwijl, ga eens gewoon van die ene manifestatiestap naar die andere. En dan maak je een hele andere route. Maar onderweg kom je zoveel prachtigs tegen. En de mensen die alleen maar zo snel mogelijk van A naar Z willen, die zien dat niet. En doordat wij allebei, denk ik, een open mind hebben, is dat die manifestatiesteen in dat water geweest, waar wij alle twee tegelijkertijd opsprongen en daardoor elkaar ontmoeten. En dat is dus precies het verschil tussen je dromen waarmaken of een job to do. Want een job to do is zo snel mogelijk van A naar Z. Maar een job to do betekent ook vaak dat je heel veel alleen moet doen. En waarom? Omdat je niet open staat voor de mensen, de ontmoetingen en de kansen die er onderweg op je pad komen. Die het universum je cadeau doet. De signalen, de prachtige cadeautjes, de kusjes van het leven, zoals ik het vaak zeg. En jij bent voor mij echt een dikke vette kus van het leven. Omdat wij allebei tegelijkertijd op die manifestatiesteen sprongen. En daardoor elkaar aankeken en eigenlijk in elkaar herkenden van, ja, wij doen dit eigenlijk allebei op dezelfde manier. Maar alleen, jij hebt zoveel andere kwaliteiten en talenten dan die ik heb. Maar hoe mooi is het als we elkaar kunnen versterken. En dus hier, en dat wil ik nog even zeggen, is geen enkele vorm van wederkerigheid aan te pas gekomen. We hebben op geen enkele manier gedacht of met elkaar afgesproken, hoe kunnen we er zakelijk beter van worden? Wat gaat het ons opleveren? Wat doe jij dan voor mij en wat doe ik dan voor jou? Tot op de dag van vandaag is dat nog nooit een issue geweest. Wij weten gewoon vanuit absoluut elkaar gunning en support geven, dat de basis is waarop wij allebei nog harder gaan groeien dan we al doen. En dat is voor mij, denk ik, ja, waarom we bij op elkaar. Ja, het is gewoon een kus van het universum. Ja, ik ben gewoon een kus van het universum. Nou, ik stop hiermee, ik ga douchen. Dit is de hoogtepunt. Op je hoogtepunt moet je stoppen als je kus van het universum wordt genoemd. Mariana zegt, ja, soms komen mensen op je pad die je gewoon moet ontmoeten. Absoluut. Net als dat ik Rianne tegenkwam via LinkedIn. Ik kende haar totaal niet. Maar ik moet je voorstellen als jij haar nog niet kende en waar je nu staat samen, Mariana. Ik bedoel, dat is prachtig. Alleen zegt, ja, hoe bijzonder is dat ook dat ik jou ben tegengekomen, Aramiek. Ja, ik kende je niet eens. Kan je nagaan, jongen? Ik krijg allemaal kusjes van het universum hier. En Sabrina zegt, ja, heel natuurlijk, absoluut is een nature lock. Dus weet je, ik geloof daar heilig in. Ik geloof het moment dat wij vanuit de juiste intentie, het moment dat vanuit de juiste idee, vanuit de juiste strategie, vanuit de juiste abundance, wat je zo mooi noemt in je derde video, vanuit de wet van overvloed denken en doen en voelen en daadwerkelijk op die manier dingen doorgeven, dat vanzelf een ontzettend groot momentum creëert. Het is echt het creëren van een momentum zonder verwachting en belangeloos erin gaan staan en gewoon je laten meevoeren. Want als het, weet je, ik bedoel, de wereld is echt 10 keer 1000 keer mooier met jou, lieve Rianne, iedere dinsdag. Ik bedoel, ik had het van de week met Chantal nog over. Ik zweer het je, Chantal wist het precies meteen. En dat heeft ze, dat zegt ze nooit. Ze geeft mij nooit porren van, ja, dat moet je doen. En zo bij jou zei ze, oh, dit wordt zo leuk. Dit moet je doen. Ze was meteen, ja, gewoon doen. Gewoon doen, joh. Gewoon, ik zeg, ja, maar ik weet niet, ik wil niet pushen, weet je. Ik ken haar nog niet. Ze, gewoon doen, joh. Niet zeiken, man. Gewoon doen. Het is fantastisch. Ja, maar echt. Ze heeft een hele sterke intuïtie. Absoluut. En dat is echt een superpower. En ik hoop ook dat ze die nooit gaat verliezen. Want dat is je innerlijke kompas. En dat is zo ongelooflijk belangrijk. En als we het dan hebben over abundance, wat jij net zei, Aramiek, is, want er zijn dus die drie video's. Law of Attraction Kickstarter. Yes. Ga het downloaden. Het is gratis. Jongens, hoe vaak kan ik het nog zeggen? Maar als ik ga het nog iets laten zien. Kijk,
Er zijn drie video's, jongens. Ik welkom in de Law of Attraction Kickstart training. Video 1 is de inner work. Duurt 14 minuten. Open even bijna. De bijlagen. Kun je dat doen? Bijvoorbeeld die daily de bijlagen, check-in. Ja, maar die moet ik apart delen. Wacht even. Dan ga ik die apart delen. Nee, het is oké. Goed dat je het zegt, want dan kan ik de daily check-in even delen. Zo ziet de daily check-in eruit, jongens. Even kijken of ik hem kan zo doen. Ja, dit is de daily check-in. Hier kan je dus, dat staat zakelijk succes vanuit je hart. Hier heb je een magische geluksmachine. De 9 delen check-in stappen. Dus je hebt hier de 9 stappen verteld, toch, Rianne? Klopt dat? Dus waar je iedere ochtend mee kan starten om de intentie van die dag, om vanuit kracht te starten, vanuit richting. En dan wel, zeg maar, richting zonder dat het dus een fixatie wordt. Zonder dat het een geforceerde, maar dat je... Weet je wat het is? Op het moment dat je 's ochtends start om na te denken over wat je die dag wil, en het liefst na je meditatie, dan gaat je dag op die manier veel meer vloeien. En als je dat kunt vanuit wet van aantrekking, dus je weet wat je wil, maar je staat dus open voor die signalen, je staat open voor ontmoetingen, je staat dus niet in de hoe, je weet wat je wil en waarom. En die hoe, kijk, hier kan je het allemaal invullen, dus het is iedere dag je soort je invulding. Dus je laat de hoe zitten, maar wel de wat en de waarom. En die hoe, die gaat op die dag naar je toe komen. Maar als jij al weet wat je wil en waarom, joh, er gaan zoveel magische dingen gebeuren. En dit zit er dus ook gewoon gratis in. Het is echt bizar. En dit gaat je dus ook overvloed opleveren. Want we hadden het net over abundance. En we hebben het dus net ook over wederkerigheid gehad. En wat zo mooi is, wat zo'n enorme les is, Arniek, die jij me geleerd hebt, is eigenlijk dat alles wat ik doe met Dream Chasers Lab, in de basis, dit klinkt heel raar, maar in de basis doe ik dat voor mezelf. Waarom? Ik heb dit te doen. Dit zit zo in mij, ik heb dit te doen. Ik heb dit te delen met anderen. Door te creëren wat ik hier creëer en het met anderen te delen, maar ten eerste om het zelf te creëren, iedere keer als ik dit soort dingen maak en ook trainingen maak, groei ik, want ik doe onderzoek, ik pas het toe, ik maak het praktisch, ik kijk wat voor resultaten het oplevert, ik ga het tweaken. En eigenlijk is het gewoon eigenlijk je eigen groeiproces wat gefinancierd wordt omdat je het deelt met anderen. En daardoor ben je altijd, en ik ben het verplicht naar iedereen, want op het moment dat ik niet meer groei, hoe kan ik een ander dan leren te groeien? Nou ja, en dit is ook weer zo'n mooi voorbeeld, want dit is ook een van de cadeaus. Volgens mij heet die Manifestatie Badass e-book. Dit is de Manifestatie Badass e-book, jongens. Worden Manifestatie Badass bij DreamChaserLab.com. Dit is ook het derde cadeau wat je krijgt. Manifesteren versus forceren. Dus wat je wil manifesteren, hoe je wil manifesteren. En krijg je ook ja super, dankjewel Ray. En belangrijk om aan te duiden, Ray komt hier natuurlijk met de geweldige hulpmiddelen. Je krijgt ook, again, als je deze gratis video's hebt gedownload, je hebt de weggevers gedownload, daarna heb je ook de mogelijkheid, onthoud dit alsjeblieft, want we hebben zoveel vragen daarover gehad, ik zal hem even erbij zetten. Je kunt je dus ook vandaag, je hebt 36 uur de tijd, om je dus aanmelden voor Love Your Life Training, dames en heren. Je kan de masterclass volgen die Rian heeft gegeven hierover. En hier kun je, yes, ik ga ervoor, doe mij maar alsjeblieft David, een special deal. We hebben de special deal nu opengegooid. Oké, dus mocht je dat vorige keer gemist hebben, mocht je denkt van, die heb ik gemist, wat je dan gaat krijgen, daarom ga ik hem even laten zien, is als je meedoet met die training, krijg je hier, kijk of met het licht goed gaat, de Manifestation Bijbel. Manifestation Bijbel krijg je, waardoor je dus nog eens een heel slagwerk hebt. Ik heb het vaker hier uitgelezen, die krijg je dus ook erbij als je gaat aanmelden met Love Your Life Training. Daar wil ik je zo meteen een aantal vragen over stellen. Dus je krijgt daarna ook een prachtig mooie geurkaars. Je krijgt de steen van Sabrina, geurkaars van Mariana. En dus je krijgt een heel pakket als je die training gaat doen. Mijn aanbeveling zal zijn, als je het nog niet hebt aangemeld, ga eerst door de proces heen. Download het e-book, download de Badass Manifestation, maar ook download de daily check-in. Ga door dit proces heen. Je hebt nu 36 uur de tijd om die hier doorheen te gaan. En terwijl ik dat zeg, even kijken hoor. Anja zegt, ja, mooi om te zien dat jullie op het juiste pad zitten. Ga vooral door met heel veel plezier. Dankjewel, Anja. En Chantal zegt, ja, dat kwam ook door Rianne.
naar positieve energie, naar oprecht geïnteresseerde houding. Absoluut. Ik hou echt van mensen. Ik hou van echte mensen. Dat vind ik van Rianne 100%. Ja, ja, ja. Dat wist ze meteen. Dat was echt. Dat was no doubt. Doordat wou dit. En dus waar ik vooral wil zeggen. Als je zelf wil groeien. Als je naar de volgende level wil gaan. Als het tijd is voor jou om aan jezelf te gaan werken. Nou, dan kan ik je geen betere mentor. Dan kan ik geen betere teacher aanbevelen dan Rianne. En haar training is nu beschikbaar, jongens. Ik kan het niet vaak genoeg zeggen. loikickstarter.nl. Je hoeft niet je e-mailadres te veranderen. Je hoeft helemaal niks op te geven. Hij staat. We hebben gewoon helemaal opengegooid. Wij hebben bedacht. Hoe kunnen we nou alle smoesjes. Alle weerstand. Alle bezwaren gewoon wegnemen. Van mensen die altijd wel iets hebben om ergens niet aan mee te doen. Waar is Dirk? Dirk, als je online bent. Dit is voor jou. Ga het gewoon doen. Want only way to do it is to do it, guys. Je kunt er van tevoren over discussiëren. Je kunt van tevoren over praten. Je kunt van tevoren over denken. Je kunt zeggen, oh, ik weet het allemaal. Want dat hoor ik altijd. I know it all, people. Ik weet, nee, als je nog niet hebt gemanifesteerd. Als je nog niet resultaat hebt. Als je nog niet je droomleven aan het leiden bent. Dan is er kennelijk iets wat je nog niet weet. You know, jump. En kijk maar wat Rianne voor je kan betekenen. Want daar zet ik echt mijn hand voor in het vuur. Zorg ervoor dat je dat gaat pakken. Want deze kans, nogmaals guys, ga niet vervelend doen. Ga niet zeggen, oh Armieke, met deadlines. En dan ben je in, weet ik veel, ben je me aan het bang maken. Is niet zo. Ik geef je juist abundance dat je 36 uur de tijd hebt. Nadat alle verzoeken zijn binnengekomen. We gunnen je deze trainingen. We gunnen je deze cadeaus. Maar vooral dat je in ieder geval jezelf een moment gaat gunnen van, hey, ben ik klaar voor de jump? Ben ik er nou? Is dit nou wat ik wil? Of heb ik hulp nodig? Nou, weet je. Dat zou ik je gunnen. Nou ja, er is natuurlijk een heel belangrijk verschil tussen weten. Dat zeggen mensen vaak. Ja, maar ik heb al heel veel over de Law of Attraction gelezen. En mijn wedervraag is dan, maar waarom ben je dan nog niet waar je zijn wil? En dat is het verschil tussen weten en het doen. En wat daartussen zit, zeg maar, is omdat daar een blokkade zit. Omdat daar saboteurs zitten. Omdat daar angst zit. Omdat er dingen zijn die je tegenhouden. En dat is precies waar deze training op ingaat. Dat inner work waar we het over hadden. En ik heb toevallig de afgelopen week ook een podcast opgenomen. Die zegt, de titel is, stop met het bullshit excuus. Het voelt niet goed. Of het is nu nog niet het moment. Want je maakt meteen mond dood. Als iemand zegt, ja, het voelt niet goed. Ja, wie ben jij dan om te zeggen, ja, moet je toch doen? Nou, nee, dat doe je niet. Het is echt een lamlegger. Het is echt een doodlegger. Maar het is daarmee ook het allerbeste excuus om iets niet te doen. Want als je aan de ene kant voelt, je staat voor een belangrijke keuze en het voelt, je denkt, oh, het voelt niet goed. Nee, hell yeah, voelt het niet goed. Want je gaat iets nieuws doen. Je gaat, je gaat spannende dingen. Het hoort erbij. Ja, natuurlijk voelt het. Natuurlijk voel je spanning. Natuurlijk voel je onrust. Op het moment dat je dat voelt, ga je groeien. Als je het moment dat je dat aandurft, op het moment dat je er niet voor wegloopt, dan ga je groeien. Ja, het voelt nu nog niet goed om die 2000 euro uit te geven. Maar wanneer dan wel? Op het moment dat het niet goed voelt, ga jezelf dan eens 5 keer waarom vragen. Waarom voelt het niet goed? En als de en durf jezelf de eerlijke antwoorden te geven. Want als de conclusie is dat je het vooral heel spannend vindt, dan is het de conclusie dat je dus buiten je comfortzone gaat. En dat je daar dus gaat groeien. Waar weerstand zit, zit je winst. Dus stop met het bullshit excuus. Ja, het voelt nu nog niet goed. Dan denk ik, aan de andere kant ook, ik heb mensen gezien die zeiden, ja, wel heel goed, maar ik vind het nu even te duur. En ik zie vervolgens, en dat is geen verwijt, maar de andere aankopen die ze doen, dan denk ik, oh, en niet in mij, maar had die uitgaven gebundeld en had het geïnvesteerd in jezelf. In plaats van vluchtige uitgaven in kleding, in weet ik, noem het allemaal maar op. Het is ook weer een vlucht. Het is een vlucht om even een trui van 100 euro te kopen, maar niet te denken, deze training is er voor mij. En misschien nu nog niet, maar ik ga nu alles op alles zetten. En op het moment namelijk dat je ervoor kiest en beslist, of het nou deze training is of iets anders, dat dit een investering is die jij gaat doen, geloof me, dat is een andere mindset, geloof me, dan gaat het geld er binnen een half jaar voor je zijn.
Op het moment dat je er bijvoorbeeld al zegt, nou, dat is te duur en dat is niet aan de orde, en dat, dan gaat dat ook niet gebeuren. Het heeft alles te maken met je gedachtekracht. Dus in principe kun je vandaag al beginnen met deze training. Het is de keuze die jij maakt. Absoluut, absoluut, absoluut. En om daar heel ontspannen, transparant en open tegen jullie zijn. Guys, je kan alleen maar met business groeien naarmate jij groeit. Als jij een business ownt, als jij iets bent. Ik heb weer geïnvesteerd in PLF. Dat is de product launch formule van Jeff Walker. Die was vorige week online. Die is mega huge gaan. Dus altijd ieder jaar aan het eind van het jaar is het. Als ik niet durf te investeren. Als ik niet zou investeren in mijn business. Als ik niet zou investeren in mijn groei. En guys, business launch. Ik ken het. Hè. Ik ontwerp het. Ik doe het voor iedereen. Voor Rianne, voor Saskia. Ik bedoel, het is niet iets wat ik nodig zou moeten hebben, omdat ik het al ken. Maar zelfs als zo'n online training, wat heel duur is, wat de meeste mensen zeggen, oh, ik doe het niet. En het is een van de beste mentoren ooit in mijn vakgebied. Ik investeer daarin omdat ik weet, ik hoef maar 5% te groeien. Hij hoeft me maar 5% erbij te vertellen. Dan heb ik voor 50%, zo niet voor 500% return on investment gekregen. Je hoeft maar van Rianne, ook al leef je law of attraction. Ik durf te wedden, niemand leeft het 100% en je hebt altijd verbetering. Want anders was je dood gegaan. Dat is gewoon zo. Als je klaar bent op deze wereld, ga je dood. Net als een roos die groeit of die gaat dood. Een van de dingen. Maar hoeveel mensen kennen jullie niet die al van binnenkant dood zijn gaan, omdat ze zijn gestopt met in zichzelf te investeren. Vergeet de prijs. Ze zijn gestopt in zichzelf te investeren. Ze zijn gestopt zichzelf waard te vinden. Ze zijn gestopt om te groeien omdat ze bang zijn. Want ja, als ik ga shinen, dan hebben mensen last van hun ogen. Ja, als ik ga schreeuwen, dan hebben mensen last van hun oor. Ja, dan moeten ze mij zachter zetten. Of uit mijn uitzending gaan of wat dan ook. You know? Maar dat is wat ik altijd zie wat er gebeurt met het moment dat mensen staan op het punt om wel of niet investering te doen. En we hebben het zelfs live kijk de masterclass dan weet je dat ik echt absoluut transparant en eerlijk daarover. We hebben zelfs live meegemaakt twee mensen die op hetzelfde punt stonden met dezelfde bezwaren. De één, ik weet niet of Lilian online is, die is in Amerika volgens mij, was in Boston zag ik. De één besloot om te doen en de ander besloot gewoon nog steeds in haar of zijn eigen mindfuck te gaan zitten. Het is zo duidelijk wat je dan. En bij het grap was, allebei hadden excuus van het geld niet. Allebei konden ze gewoon zichzelf veroorloven. Oké? Laat staan even het budgettaire probleem was er niet. Maar nog steeds is er iemand die dus al anderhalf maand tijd heeft gehad om zijn leven of haar leven te verbeteren. Heeft hij niet gekozen. En de andere dag, weet je wat? Ik ga gewoon jumpen. En terwijl ze dat aan het doen was, kreeg ik een appje van Helene. Ja, ze heeft betaald, ze heeft zich ingeschreven. We hebben gewoon een feestje gevierd. Geloof je me niet, check de masterclass, dan weet je exact dat het voorbeeld gewoon live gebeurde tijdens de masterclass. Terwijl we bezig waren, dat gebeurde. En weet je, je hebt altijd een keus. En dan het unieke voorbeeld van Mariana, die hier nu ook is. Oh, die op een of andere rare manier de link als enige niet. Ja, we hadden haar gewoon van de lijst afgehaald. We dachten, oh joh, weet je, we vinden haar niet aardig. Sorry Mariana, we vinden je niet aardig. Ja. En die dus pas 4 uur later het webinar zag. Maar eigenlijk ten tijde van het webinar, maar ik zag dat toen niet, omdat we natuurlijk met het webinar bezig waren. Wat had ze al een mailtje gestuurd. Een badass Law of Attraction Masterclass is. Maar dat ze een appje stuurde van, ik heb de link niet, maar ik wil erbij zijn. En ik wil het gewoon hebben. Ik wil gewoon die training. Ja, weet je. En dan komen we weer helemaal terug bij waar we begonnen zijn. Aramiek, de kick in de butt die jij me hebt gegeven. Rianne, jij bent er voor de mensen die dit echt willen. Voor de dream chasers, voor de go-getters, voor de beslissers, voor de mensen met cojones. Dus de mensen die ook snappen dat ze met zichzelf aan de slag moeten om resultaten te halen. Het resultaat ligt nooit buiten jezelf. Dat heb je zelf te doen. En deze mensen, en nou ja, ook shout-out naar Marilou, die gewoon, nou, die van tevoren mij een motivatiebrief schreef. Voordat hem al de mogelijkheid was om je in te schrijven, mij al een motivatiebrief had geschreven. Of ze alsjeblieft die training mocht gaan volgen. Nou, weet je, dit zijn voorbeelden van mensen dat ik denk, ja, en dit zijn de mensen met wie ik wil werken en die zulke badass resultaten behalen. Ik bedoel, dit is al de tweede training die Mariana van mij afneemt. Dat is de bevestiging dat ze dus ziet hoeveel het haar oplevert. Exactly. Prachtig. En, en over dat stukje van kansen te gebruiken. Ik heb hier een kleine aantekening gemaakt. Dit is een kleine sluikreclame, noemen ze dat in Nederlands? Sluikreclame? Sluikreclame, ja. Oh, wacht even. Ik heb mijn mail aanstaan. Sorry guys, ik zal hem even
Want nu komt allemaal... Wacht even hoor. Ik zal de mail uitzetten, want nu komen allemaal geluiden. Of hoorde ik het alleen maar? Jullie hebben het ook gehoord, toch? Als er iets binnenkomt. Ja. Anyways. Sluikreclame is voor diegene. Je hoeft het nu vandaag niet te doen, hè? Jongens, ik wil graag een 2000 euro ticket verkopen. Ik vind het prima. Voor diegene die nog mee willen doen aan de Cashflow Game Event van 2 december. De prijs van vandaag staat op 797. Dus mocht je denken, hey, ik heb het vorige week gemist. Of ik ben al 3 weken over nadenken of ik mee ga doen 2 december. Weet, gewoon just a disclaimer dat je niet volgende week zegt, ja, die heb ik vorige keer niet genoemd. Ik had tijd, whatever. Waarom is het nu 897? De prijs staat nu op 797. Dus mocht je denken, hey, die 2 december heb ik mijn agenda gestopt, maar ik heb hem nog niet betaald, dan stuur je mij gewoon een berichtje. Ik ga niet extra promotie doen, dus alleen maar voor internal onze communityleden. Mocht je mee willen doen, alles clear over money mindset en cashflow game en zo, dan weet je, de prijs is 797. Nou, back to Mariana. Deze week. Alleen deze week. Volgende week dinsdag, het moment dat ze nu online gaan, dan gaat hij naar 897. You know, we hebben het soort van voorspeld. We hebben al van alles nog wat gedaan hierover. Dus het is alleen maar cool. En Mariana zegt, ja, zeker, je moet het echt zelf doen. En niemand gaat het doen. En nu komt het. Mag ik dat verhaal vertellen, Rihanna, wat er gebeurde omdat ze dat doen? En nu komt het. Het moment dat jij uitspreekt tegen Rihanna. Het moment dat je zegt van, ik wil het helemaal. Dan komt dus altijd een gunfactor, dames en heren. Onthoud die fucking gunfactor. Sommigen van jullie vergeten wat wederkerigheid is. Ook al had ze het gemist, ook al had ze 4 uur later de replay gekregen, ze heeft niet de replay deal gekregen. Just that you know. Ze heeft de speciale deal gekregen die al lang voor haar moest zijn. Dus ook daarin helpt Universum jullie. Als je een relatie hebt opgebouwd en Mariana zegt, ja, het is de derde zelfs. Rihanna. Ze heeft voor de derde keer iets van jou gekocht. En nu komt Anja. Anja zegt, veel volwassenen zijn hun innerlijk kind kwijt. Hoogste tijd om die weer eens op te zoeken. Kijk naar spelende kinderen, jonge dieren. En voel wat oproept. Absoluut. Dit is dus echt, als de weg voor je vrij wordt gemaakt, als momentum gecreëerd wordt, mijn advies is altijd, het is inmiddels 11:11 op mijn klok hier zo. Zorg ervoor dat je, hoe dan ook, laat ik het omdraaien, hoe dan ook, gun jezelf dat je aankomende 36 uur minimaal een uur, anderhalf uur voor jezelf gaat reserveren. Dan ga je naar www.loakickstarter.nl. Weet je, je hoeft niet meteen te kopen, maar geef jezelf gelegenheid. Doe alsof, dat deed ik altijd met mijn training, doe alsof je gekocht hebt. Wat denk je, wat voel je en wat zal je eerste actie zijn? Geloof me, als jij dat gevoel gaat actualiseren / manifesteren, moet je kijken wat de verandering gaat worden. En dan weet ik dat je de allerbeste teacher en mentor naast je hebt, namelijk Rihanna. En die gaat je alleen maar helpen met je groei. Met de kick-ass, badass groei, by the way. It's gonna hurt you a lot, maar dat heb je soms nodig. Maar eigenlijk, zit ik me nu te bedenken, is mijn training gewoon gratis. Ja, eigenlijk. Want alles wat ik al weggeef is veel meer waard dan exactly. 2000 euro. En als je alles wat ik hier weggeef in de video's, in de bonuscadeaus en in het webinar, als je dat al toepast in je leven, gaat het aan geluk, aan groei, aan geld, aan abundance al zoveel meer opleveren, dat die training, dat is gewoon peanuts als je kijkt naar wat voor financiële investering het is. Als je ik daag je uit, als je er zo naar durft te kijken, gaat het je in 10-voud, misschien wel 100-voud, het je opleveren. Absoluut. Dus ik krijg ineens zo'n aan dat ik denk, ja, wat ik weggeef. En als mensen het ook echt zeg maar in zich opnemen en toepassen, Dan heb je die training. Ja, want dan gaat het je al zoveel geld opleveren dat die training heeft zich dan al terugverdiend. Exactly. Dus dan kunnen we het celebraten weer. Anyways, we hebben er genoeg over gesproken. Wet van wederkerigheid, wet van aantrekkingskracht en wet van, nou ja, go naar loakickstarter.nl. Is er nog iets wat je wil zeggen voordat we naar de kaarten gaan en afsluiting? Is er nog iets dat je tegen... Nee, ik vind deze energie hier altijd te gek. En iedereen die er dan weer is, oh, te gek, al deze mensen. Fantastisch. I'm loving it. Echt, ik vind het zo heerlijk. Nou, laten we die energie meenemen. Kijk, wat zegt Sabrina? Ja, mooie dag. Lieve mensen, geniet van de zon, gebruik je tijd nuttig. Kickstarter.nl. Yeah, goed zo Sabrina. Fantastisch. Nou, dan gaan we nu naar mijn, even kijken, favoriete onderdeel van de dag. Even kijken, waar is die? Pop. The blessing of the day. Ja, stop. Oh.
Even kijken. Here you go. Your mind is a garden. Your thoughts are the seeds. You can grow flowers or you can grow wheat. Ja. Ja. Weet je? Luister niet naar ons. Luister maar deze prachtige mooie kaart van Somebody Unknown. Dan moet je kijken. De kleur past ook exact waar we mee bezig zijn. Je gedachtekracht. De enorme power van je gedachtekracht. Yes. You can imagine. Alles. Dat is wat de Law of Attraction je ook helemaal leert. Absoluut. Absoluut. Ferdinand zegt, ik kan er vanmorgen niet bij zijn, maar wens jullie allemaal een fantastische dag. Ah, je bent er even bij, Ferdinand. Goed, zo goed dat je er bent. Janneke zegt, ja, jullie zijn onweerstaanbaar. Ja, guys, het was dit maar weer. Het is 11:15 op mijn klok. Ik wil jullie allemaal bedanken. Even kijken, lieve Ferdinand, goed dat je er bent. Janneke, Sabrina, Anja, Mariana. Even kijken, lieve Chantal. Wie waren Marianne, Wim, Helene, Simone, Mike, Lars, VA van Ron, Ron zelf. Even kijken, Dylan. Fantastisch, guys, dat jullie er waren. Het was me waar genoegen. Natuurlijk, speciale dank aan onze speciale gast. Al zoveel dienstdagen dit jaar. En hopelijk aankomend 80 jaar samen dinsdag gaan we het magisch blijven maken. Lieve Rianne, dankjewel, dankjewel, dankjewel. En het is overbodig om te zeggen, guys, ga naar www. Ik zal hem weer hier doorheen laten lopen. www.loakickstarter.nl. Zorg ervoor dat je cadeautjes uitpakt. En wellicht ga je zelf nog een grote cadeau gunnen. You never know what you never know, guys. Ik wens jullie een hele mooie voortzetting. En morgen, by the way, ik heb gezegd dat we vanaf morgen begonnen met de 21 dagen sales challenge. Nou, ik heb een verrassing voor jullie. We gaan zeker beginnen met de sales challenge, maar we gaan het op een andere manier doen dan we normaal deden. Dus morgen om 10 uur ben ik er weer. Ik wens jullie een prachtig mooie dinsdag, prachtig mooie week. Lieve Rianne, thanks a lot. Het was weer een waar genoegen. En ja, we gaan knallen aankomende 36 uur. Ik heb er heel veel zin in, lieve schat. Ik ook. Ik ben zo benieuwd welke mails we gaan ontvangen. Ik ook, guys. May the force be with you, dames en heren. Het was een prachtig mooie ochtend. Dankjewel, iedereen. En adios, amigos. Tot morgen 10 uur live. See you Dankjewel. Later. Dankjewel. Doeg allemaal. Hoi, hoi. Dankjewel voor het luisteren naar mijn live show. Geweldig. Wil je een keertje nou live bij mijn live show aanwezig zijn? Dat kan. Elke dag om 10 uur ben je van harte welkom via LinkedIn Live, Facebook Live of YouTube Live. Je vindt me als je mijn naam intipt in de zoekbalk op LinkedIn, Facebook of YouTube. Ben je nou erg leergierig? Wil je nu je business laten accelereren? Download dan nu helemaal gratis mijn e-book met de allerbeste 100 social selling tips op www.dailybusinessboost.nl. Zoals ik altijd zeg, wij zijn ondernemers. Wij zijn de kracht van de economie. Maak het verschil, iedere dag, iedere uur. En tot de volgende keer. Ja, adios amigos. See you later. Tot zo, Rianne. Later. Doei doei. Hoi hoi.